Hallo allemaal en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tine Remus. Nee, dat ga ik niet meer zeggen. Hoe is mijn werkdag gegaan? Zeer goed trouwens. En wat ik ook nog heel goed vind van de maatwerkbedrijf BWL, dat is dat ze ook die foto, wat daar dus op hangt op mijn auto, ook aan het verspreiden zijn, ook onder alle BWL's in gans Limburg. Dus ik hoop dat we iets meer weten hè, binnenkort. Dus. En wat heb ik vandaag gedaan? Vandaag heb ik heel veel karton moeten kapot snijden. Echt waar, heel veel karton. Dus ja. Ja. Dus ik heb dus vandaag dus karton moeten opensnijden en het was massa's werk. Dan heb ik ook nog wat de kartonnetjes zo tussen de rekjes en al uitgehaald, noem maar op. Oei, ik moet zelfs nog een ambulance nog gaan voorbij laten steken. Want ik zie daar in de verte achter mijn achteruitkijkspiegel dat er een ambulance onderweg is. Op mijn reisroute waar ik nu aan het rijden ben. Maar ik denk niet dat die mee gaat passen. Die is nog heel ver weg. En de eerste windmolen staat al volledig weg. Hier in Alken. Ja, hier in Alken krijgen we dus twee nieuwe windturbines erbij. En de ene staat al volledig recht en de ene zijn ze nu nog altijd daar aan het opzetten. Dus ja, bij deze. En nu ben ik onderweg naar mijn ouders thuis toe om, om een etengram te halen natuurlijk. Ja, voilà, dat was de ambulance. Dus onderweg naar het ziekenhuis van Hasselt. Ups, dat weer. Ja, dus daar hebben jullie dus ook weer al meegemaakt in een vlog. En dat gaat niet de enige zijn. Ziekenwagens die we met sirenes gaan horen. Het is echt heel erg aan het worden terug. Ik dacht, yes! Yes, we zijn er eindelijk vanaf. Van de ziekenwagens, dat ze met sirenes en al moeten rijden en al, dus dat het minder is. Maar nu zijn ze terug op straatbeeld aan het komen en dat is niet goed. Die wil je eigenlijk zo weinig mogelijk op de straatbeeld zien verschijnen. De ambulance en eigenlijk ook de brandweer. Waarom? Dan is er altijd ergens iets gebeurd, iets ergens gebeurd. En ja mensen, ik kijk ook echt naar de mensen toe van de chauffeurs en al en die letten ook echt goed op de posters. Echt waar.
Ja, dus ik ga ook nog even rond Castillop praten. Dat is de federale politie heeft mij terug opgebeld vandaag, maar ja, ik was aan het werken. Maar ik heb wel hun teruggebeld, dat wel. En dan heb ik nog een keer gezegd wat de personen daar in Nederland hebben gezegd. En ja, dat gaan ze nu onderzoeken als dat, ja, als ze daar een spoor vinden of niet. Ik hoop van wel. Ik hoop het van wel. Maar de kans is dat klein. Maar elke hoop is er eentje erbij en dat is goed. Blijven hopen dat alles goed komt. En ik geloof er nog altijd in hoor. Dus ik geloof er nog altijd in dat Castillop nog altijd leeft hoor. Mensen, positief blijven. Dat is het enige wat ik jullie ook kan aanraden. En wat ik nog alleen maar kan aanraden, ik ga daar niet meer ook te veel filmpjes over maken. Alleen als het terecht is, dan ben ik ook genoodzaakt om daar een filmpje van rond te maken. Maar tot nu toe heden nog altijd niet. Dus dat ga ik even zo aan de kant dan laten. Maar als ik wat nieuwe nieuwsberichten heb, ja, dan weten jullie dat ook wel, dat dat ook terecht komt wel in mijn vlogs. Maar als hij volledig terecht is, dan ga ik er nog wel een aparte filmpje van maken. Dat ga ik zo doen. Ja, dus, maar ik ben wel heel fier op Bewel. Dat ze het ook op de grote schermen laten zien. Dat ook de medebewellers een oogje uit kunnen kijken. Dus dat zijn ook wel eens in één keer 2000 man wat ze kunnen bereiken via die televisie. Dat is ook wel altijd heel mooi. En wat ik ook nog altijd aanraad, dus gelijk de grotere YouTubers, gelijk King Alert en al, met hun meer dan 100.000 abonnees. Die moeten pas erop hameren voor de bericht te laten verspreiden en al dat dat blijft verspreiden en al dat daar meer wordt dan altijd achter gezocht en al. Dat ze dan een oogje in het zeil kunnen houden bij deze. Ik ga nu ook naar binnen toe, want ik ben nu bij mijn ouders thuis aangekomen. Bij deze, tot straks. Kijkers nog van Cycle TV. Ik ben moe. We hebben samen naar Enzo Knol gekeken, naar familie gekeken. En blijkbaar is Hanne afscheid aan het nemen van iedereen. Bij familie. En zit hier Tony zo te verdedigen. Oké. En mensen, ik heb ook vandaag een grap uitgehaald op Discord. En dat is ook een klein beetje uit de hand gelopen. Ik heb gezegd, ja, Bea heeft mij ontvoerd. Ja, natuurlijk dat Bea mij heeft ontvoerd. Ja, die heeft mijn hart al veroverd, dus. Dat zit in haar kluisje en dat mag daar ook blijven van mij. Dus, dat mag ze ontvoeren van mij. Nee, dus ja, dat was dus een grap en ja, blijkbaar zijn ze mee gaan zoeken. Moet ik het echt geloven of nee? Ik weet het niet. Want dit wil ik echt niet in scène zetten. Sorry daarvoor, nogmaals, sorry daarvoor als dat zo is overgekomen. Was niet mijn bedoeling, sorry. Ik ben nu veilig en wel thuis aangekomen. Ah ja. Zelfs nog eens kijken op het gras als mijn vlieger weer toch niet eens uitgaat. Wacht, hè. Ik ga eens even kijken. Oh. Handrem opzetten. En... mijn gordijnen gaan wel heen en weer. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ja.
En mijn vliegerram zit er ook nog in, want ik zie die baar in het midden. Dus dat betekent dat die er nog altijd in zit. Dus dat is ook al heel goed. Dus dat het er niet meer al is uitgewaaid. En heb ik meer nieuws al over, je weet wel wie, over Castiop? Nee. Ik heb geen extra nieuws. Maar ik heb wel mensen te denken. Want daar schijnt ook een YouTube filmpje of een Instagram filmpje van Castiop waar hij dronken op is. En ik weet ook dat Hasselt ook een kanaal Com heeft. Kan hij daar niet zijn, ja, niet zijn ingesukkeld als ongeluk? Ik zit ook zo te denken. Of is hem ergens in een beek gevallen langs de weg? Ik weet het niet. Ja, het spookte echt door mijn hoofd. Ik moet het eerlijk toegeven. Het is voor mij heel dichtbij, hoor. Want nu gaat je de wind echt goed horen. Wacht, hè. Ik weet niet als jullie het horen. Het is echt hier ontzettend fel aan het waaien. Oei, daar is weer een auto daar. Ja, depvorm. Als ik me echt koosterig begin te voelen, dan laat ik me pas testen op corona. Denk eraan. En ja, Nederlanders, jullie hebben het echt ook al gehoord dat België staat op nummer 1 qua corona. Joepie. Nee, not joepie. Evenementen zijn weer al afgeschaft, hè. Tot de curve onder controle is, hè. Gaan ook de sportcentra's en al niet meer open, heb ik gelezen. Het is voorbij, hè, voor stoer te doen, zo openbaar. Ik probeer echt mijn contacten te beperken. Tot alleen Bea. En ook op het werk probeer ik die echt te beperken, want ik vraag nu constant, ik wil echt alleen werken voor de dozen kapot te snijden. En als ik iemand moet passeren, passeer ik die op een voldoende afstand. Op 1,5 meter. Zelfs bijna 2 meter. Die veiligheidsmaatregelen hou ik in acht. Zolang dat er corona is. Ook wat ik doe, is een mondmasker aandoen. Nu ook met deze winderige tijden. Het is weer al 2 wandelaars. Dus nu met deze winderige tijden, denk eraan. De corona kan zich nu verder verspreiden dan 1,5 meter door de wind. Dat is niet dat dat zo... Nee, nu heeft hij echt een mooie balans op de wind. En dan kan dat nog mooi lekker nog zweven. Want dat is zo licht. Je ziet het niet. En het is zo gevaarlijk. Zo gevaarlijk ook. Wat ik ook wil voor jullie gaan waarschuwen. Ik wil ook voor jullie veiligheid instaan natuurlijk. Dat is om... Let op de CO2-vergiftiging.
Verlucht uw woning echt voldoende. Ook als je de verwarming aanzet. Ook als je een bad neemt. Want als je een bad neemt en de bouwer staat daar, kan dat ook uw stille dood zijn. Wat bedoel ik daar ook mee met de stille dood? Je zakt verder. En dan val je zo in slaap in het water en je verdrinkt of je stikt gewoon. Je krijgt zoveel verkeerde stoffen binnen in je lichaam. Ik weet niet juist welke stoffen dat het waren. Maar je krijgt wel verkeerde stoffen in je lichaam binnen. Waardoor dat je in een stille dood terechtkomt. Horen jullie dat ook? What the fuck is dat? Nu is het niet meer. Strange. Ik hoor toch soms zo geluiden van... What the fuck kan dat toch zijn? Mensen... ik sluit deze vlog ook weer al af. Ik ga deze vlog dus afsluiten. Om nogmaals ook via mijn kanaal opnieuw een oproep te doen richting Castiop. Zet, als je gaat wandelen, wandel een langere toertje. Maak je een omwegje. Maar zorg wel dat je wel op tijd terug thuis zit voor die avondklokken. Dus maak je rondje wat langer. Kijk goed om je heen. Dat doe ik ook. Ook als ik aan het rijden ben. Kijk ik echt om me heen. Zie ik nergens geen pandensporen. Ergens zo de afgrond in of zo. Of ja. Of eigenlijk ben ik ook op de nummerplaten aan het opletten. Zo van die dingen. Moet je jullie doen. En wat jullie ook nog moeten doen is die Schalt Focus affiche verspreiden. Via uw sociale media. Dus dan heb ik het over Facebook. Dan heb ik het over Twitter. Dan heb ik het over Instagram. Tumblr, noem maar op, alle mediakanalen waar jij dan zelf in de macht hebt, verspreid die ook. Ik heb het ook verspreid ook op mijn website. Als er ook nieuws is omtrent... Amai, het is goed dat het regende nu. Als er nieuws is omtrent Castiop, komt er automatisch, zo snel mogelijk, staat dat ik ook in pauze ben. Ik kijk ook altijd direct naar het laatste nieuws, naar Belang van Limburg, dus hbvl.be. Ja, ik maak nu eens reclame. Wat dan nog? Waar is dat nog? Op RTL Boulevard is het ook al terechtgekomen. Ik weet sowieso dat Just Nicolas en King Alert daar ook dan een bericht in de wereld gaan sturen als zij iets meer weten. Als ik ook iets meer weet, laat ik het ook weten. Dus hoe wil ik dan te werk gaan? Als ik meer informatie weet... Kijk altijd tijdens de pauzes op elke mediakanaal wat ik in de macht heb. En waar ik ook weet van, ah, dat kan misschien wel informatie opleveren. Hou ik ook in de gaten. En als er nieuws is, dan maak ik daar een filmpje van ter plaatse. Dan ga ik wel even ergens afgelegen staan bij bedrijf X als ik daar te werk ben. Dan maak ik daar heel snel een korte filmpje van 4 à 5 minuten van. En dan zet ik die al direct in de upload.
Dan hou ik ook wel mijn gsm ook wel in de zakken. Dan laat ik ook mijn mobiele internet aan. Dat bijvoorbeeld als de pauze gedaan is, dat hij nog verder kan uploaden, rustig op zijn gemak. Nu zie je het echt dat het goed aan het regenen is. Wacht, hè. Kijk, hè. Ik ga het dus even dus leegmaken, hè. Kijk, hè. Dan zie je direct hoe sneller dat terug vol hangt. Ziet dat, joh. Ik ga gewoon kletternat zijn als ik al aan mijn voordeur ben. Fuck! Ja, dus even nog over Kastie op. Dus dan ga ik ergens afgelegen staan, dan gooi ik daar gewoon in de upload. En dan als pauze gedaan is, steek ik dat gewoon in mijn broekzak. Hup. Dan laat ik dat gewoon zo in mijn broekzak uploaden. Ik kijk dan de rest niet meer naar mijn gsm tot de volgende pauze. Oftewel, als we terug naar huis moeten gaan. Hoe ga ik dan te werk als ik in de maatwerkbedrijf moet blijven werken? Dus wel. Maar dan doe ik het juist zelf. Dus ik kijk ook elke mediakanaal. Dus daar heb ik dan 3 pauzes. Dus daar heb ik 3 keer de kans om eens te kijken. En dan, als ik dan nieuws heb, dan ga ik even veel afgelegen staan. Dan maak ik daar dan ook weer een korte filmpje van. En dan gooi ik die ook weer in de upload. En dan... ja, zie ik weer naar de volgende pauze toe, wat de reacties zijn, noem maar op. Zo ga ik dan ook te werk gaan. Dus er gaat dan een officiële extra vonke van zijn. Ja. Zo wat denken, dat hoort ook in een deel uit van mijn leven. En dat wil ik ook met jullie delen, hoe ik te werk wil gaan. Hoort nu eens. Ik denk dat ik nog even ga doorvloggen. Dat het wat minder gaat regenen. Shit, man. Ik heb me nu wel echt schaakmat gezet. Ik hoop niet dat dat direct gaat uitvallen. Dat... Oh nee. Oh nee. Oh. Oké. Okay. Dus ja, dat hoort dus ook in een deel van mijn leven. Waar ik ook nog zit op na te denken is van, ja, ik heb nu die magneetvlog gedaan van magneetvissen. En dan ook nog direct een natuurwandeling gemaakt. Wat kan ik ook doen door de week als ik ga werken? Iets samen doen met mijn schatte Bea. Maar wat dan juist? Ik ben zo wat aan het denken. Als jullie zelf ook ideeën hebben, wel, ik wil eens... Geef eens mij eens wat ideeën. Ik ga dit echt lezen. Ik zit echt in een car wash, hè? Holy shit. Shit, ik raak niet uit mijn wagen. Nee! Halleluja! Fucking hell! Ja, oké, dat is ook een deel van mijn leven, hè. Het regengedeelte. Dat ik even opgesloten ben. In mijn wagen. Oké. En wel, weet je wie die ontvoerder is? De regen. Die ontvoert mij hier in mijn wagen. Dus, vermoord de regen. Nee, ja. Dus ik ga echt alle ideeën wat jullie dan gaan zeggen, hieronder in de reactie, ga ik ook eens echt eens allemaal doornemen. Ik ga dat ook in een klapblok gooien. Ja, luister nu goed. Ik gooi dat in een klapblok. Ik ga dat dan ook uitprinten. Ik ga dat dan ook weer voorleggen aan Bea, als zij dat ook wel leuk vindt. We zullen dan ook wel eens een overleg gaan, ook tijdens een filmpje. Dat kunnen we ook dan doen. Laat jullie dan zien hoe we dan onderhandelen. Ja. En oftewel, gaat je naar Discord toe. De link staat hier in de beschrijving. Daar heb ik ook een ideeënbus. Drop daar de ideeën ook. Ik ga dat ook allemaal kopiëren. Even ook voorleggen. Ook weer aan Bea, zo wat overleggen. En wat ik ook nog zo zit over na te denken, over Cycle TV, wat ik ook wil doen, is, ja, Stuk TV
stop ermee. En ik vind dat klein beetje wel jammer, de doe-opdrachten. Maar dan heb je daar ook een team voor nodig. Niet alleen ik. Maar dan ook nog twee andere personen. Die echt ook mee willen doen dan met deze videoproject. Ook tot echt een hele mooie standpunt te maken. Dat we misschien maanden, jaren aan een stuk zo doe-opdrachten kunnen doen. Wat ook heel leuk kan zijn. Daar had ik dus voor gevreesd. Oh, fuck it. Ik was bijna kleddernadda. Echt. Nee. Ik overdrijf. Zo van die ideeën ben ik ook aan het denken. Of... als ik iets kan doen rondom bedrijven of zo. Maar dan heb ik echt wel een team nodig. Een cameraman. Iemand die bedrijven wilt contacteren. Wil ik zoek ik ook nog dan. Iemand die ook boekhouding wil doen. Eerst op vrijwillige basis natuurlijk. En dan kunnen we zien als we daar ook een loon aan kunnen aanbinden. Op een later stadion als CycleTV echt heel goed aan het lopen is. Ook iemand die mijn agenda kan bijhouden. Dus en iemand die ook voor mij de evenementen kan plannen en plannen in mijn agenda. Dus waar ik naartoe moet gaan. Zo van die mensen zoek ik. Ik wil echt, echt er nu echt voor gaan voor CycleTV. En ja, daarvoor heb ik ook wel nog deftiger materiaal nodig. Daarvoor zoek ik dan ook weer al sponsors of partnerships. Noem maar op. Ja, dat wil ik ook heel mooi gaan uitwerken. Maar echt, ik zoek mensen die daar vrijwillig ook willen hierin mee instappen. Want het is eerst volledig op vrijwillige basis. Want ik verdien er ook nog geen rotte euro aan. Aan deze YouTube... gebeuren, rondom gebeuren, verdien ik echt nog geen euro. Ik heb al donaties al binnengekregen, al 91 euro donatie. Dat is al heel mooi, een heel mooi begin, maar nog niet genoeg. Dus zo gelijk ook, ik wil eigen merchandising gaan uitbrengen en al. Dus zo gelijk ook ontwerpers en al wil ik, zoek ik. Dus ik wil echt ook iemand... Een persoon, ik zoek ook een persoon die ook weet hoe je CycleTV eigenlijk volledig van de grond krijgt, ook met merchandising, noem maar op. Mail me info@cycletv.be. Wij spreken een datum af, wel met mondmasker. En ook op voldoende afstand. Dus dan gaan we dat hier even bij mijn thuis dan regelen. Dus één persoon maar. Niet twee. Dus maar één persoon. Dus ik naar de andere persoon toe. Dan ga ik ook dan sowieso vragen ook als Tamara en Mano willen videocallen. En ook ja, natuurlijk ook Bea. Want die zit ook een klein beetje mee in het psycho gebeuren. Dus als je geroepen voelt om mee te helpen om CycleTV echt naar een succesvol CycleTV te brengen. En een goed draaiende YouTube kanaal. En ook een goed draaiende bedrijf naar, echt naar merchandising toe. Help mij dan. Want ik heb daar geen ervaring in. Zoals ik de andere YouTubers wel, zoals ik Ties en al. Ik snap niet hoe ze dat allemaal hebben voor elkaar hebben gekregen. Dat die een mooie inkomsten hebben via YouTube en hun merchandising. Dus zo wil ik ook wel worden. Maar daar zoek ik ook de juiste persoon voor die het echt, maar ook echt weet waar hij mee bezig is. En hoe hij ook weet van, ja, zo moeten we het doen. En zo gaat CycleTV dan ook echt van de grond geraken. Voelt je geroepen?
Echt waar, mail u, meld u aan. info@cyclotv.be. Ik herhaal, info@cyclotv.be. Denk eraan, deze e-mailadres is nog maar toegankelijk tot en met 31 januari 2020. Op 1 januari... Oh, sorry. December. 31 december bedoel ik. Dus op 31 december 2020... sluit die e-mailadres. Om 8 uur 's avonds. Ik ga er een uur op plakken om 8 uur 's avonds. En om 8 uur 's avonds, ook op 31 december, gaat dan redactie@cyclotv.be in acht genomen worden. Waarom? Dat gaat een standaard e-mail ook adres worden, voor, ook voor de werknemers van mij. Die dan die e-mail moeten ook kunnen bekijken en ook e-mails kunnen versturen onder redactie dan. Met deze genoeg geluld. Ik hoop dat jullie hebben van genoten van heel veel informatie. Sorry dat ik zoveel heb geluld. Sorry dat het een praatvideo is geworden. Hier in mijn auto. Nogmaals, ik ga even een hele korte inhoudje nog doen. Wat ik allemaal heb gezegd. Deel zeker de affiche van Child Focus van Castiop. Want die is nog altijd vermist. 2. Als ik nieuws heb over Castiop, maak ik ook die track ook ter plaatse op mijn werk. Dit is mijn pauze. 3. Ik zoek nieuwe mensen om CycloTV van de grond te halen. Dus dat ik niet meer moet vloggen ook via gewoon een gsm-camera. Want dat wordt ook ouderwets. Dat ik ook deftigere materiaal en al kan aanschaffen. En die mee helpt ook om CycloTV dan van de grond te brengen. Voelt je geroepen? info@cyclotv.be. Nu heb ik het genoeg gezegd, hè. info@cyclotv.be. Bij deze, dankjewel weer om een deel uit te maken van mijn leven. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet zeker aan hieronderaan niet te abonneren. Het is integraal gratis en er zijn er echt veel mensen, echt nog heel veel mensen, die nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, die nog wel naar mijn YouTube-filmpjes kijken, dus abonneer. Het is integraal gratis, maak een account aan op YouTube of op Google, want Google is gelinkt aan YouTube. Het is integraal volledig gratis. En klik dan op de abonneerbutton. Dan zo blijf je op de hoogte wanneer dat er ook een nieuwe video geüpload is. Wilt je nog verder op de hoogte gehouden worden? Wel, klik dan op het belletje. Dan krijg je van boven een melding in de bovenhoek te staan. Dat er een nieuwe video geüpload is op mijn kanaal. Zo kom je ook rapper op de hoogte ook, over nieuws over Castiop bijvoorbeeld. Ik wil dit ook later ook gaan doen naar andere vermiste personen toe. Dus bijvoorbeeld is gewoon eens in de kijker zetten van ja, mensen. Dus echt naar jongere mensen. Dus onder de categorie leeftijd tussen de kinderen tot... kinderen niet. Ik ga het toch op volwassenen houden. Vanaf 18 tot en met 30 jaar. Als daar dan vermisten zijn, die wil ik wel ook wel even aan in de kijker zetten. Bij deze, dankjewel en tot morgen. Ik kreeg even een berichtje. Oeps. En nu is het gedaan met regenen. Nu moet ik mijn kans nemen om naar binnen te lopen. Ciao. Vermist. Help me zoeken. Kasper Pribalski is vermist al sinds vrijdag 23/10/2020. Leeftijd 22 jaar.
Op vrijdag 23 oktober 2020, omstreeks 4 uur, verliet de 22-jarige Kasper Propalski de ouderlijke woning, gelegen aan de Wildmolenstraat in Hasselt. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Hij verplaatst zich met een Mercedes C180, drie deuren, donkerblauw, met een nummerplaat 1VJP186. Kasper is 1,88 meter lang en slank gebouwd. Hij heeft blauwe ogen en blond haar en draagt een sik. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkerrood t-shirt met wit-blauwe verticale strepen. Een lichte trui, een donkere trainingsbroek met drie witte verticale strepen van het merk Adidas en zwarte sneakers. Hij zou een oranje mondkapje kunnen dragen. Als je iets meer weet van deze vermiste persoon, gelieve dan ASAP de politie te contacteren op het nummer 0800 30 300. Ik herhaal 0800 30 300. Of op het nummer van Shout Focus 116 3x0. 116 3x0. Bij deze vragen we ook echt uit te kijken naar onze goede vriend YouTuber Castiop. Bij deze dankjewel nog voor naar deze informatie te luisteren.